Dit is een bespreking van het derde stukje van paragraaf 8 van boek 25 van Ab Urbe Condita. In het voorafgaande is verteld dat de Tarentijnen Nico en Philomenes de afspraak hebben gemaakt met Hannibal dat ze voor niks wat vee mogen meenemen om te kunnen doen alsof ze dat op de Carthagers hebben buitgemaakt. Na die buit wordt hier verwezen met de woorden ea di praida, dat is buit van de jonge mannen, dus van Nico en Philomenus. Die buit is conspecta, die is goed bekeken, die baarde opzien dat jullie dat durven. En al minder was het miraculo, was het tot wonder, was het voor een wonder. En het wekte al minder verbazing, daarvan afhankelijk een ACI. Eos auderen, dat zij durfden, dat zij dit durfden, dus veeroven bij de Carthagers, iterum weer voor de tweede keer, Ak en Saipius en vaker. Dus die Nico en Philomenes maken er een gewoonte van om zogenaamd vee te roven bij het kamp van de Carthagers. Congressi cum Hannibale Rursus, samengekomen met Hannibal Rursus opnieuw, dus ze organiseren een nieuwe meeting met Hannibal. Fide sanxerunt, hebben zij bekrachtigd met een belofte. Fide, eigenlijk is dat met een belofte, ablativus, ik heb het vertaald met plechtig. Hebben ze plechtig bekrachtigd en dan komen er een aantal afspraken in de ACI. Ze hebben bekrachtigd Tarentinos habituros esse, dat de inwoners van Tarentum dat die zouden hebben leges wetten, sua's hun eigen wetten en hun eigen alles en al hun bezit. Dus dat is de afspraak, de Tarentijnen mogen al hun bezit en hun eigen wetten houden, ze zijn autonoom. Dan heb ik overgeslagen libero's als vrije mensen. Dus zij hebben afgesproken dat de Tarentijnen zouden hebben als vrije mensen hun eigen wetten en alles van hun eigen dingen, al hun bezit. En dat zij niet zouden betalen, pensuro's, moet je opnieuw esse en eo's aanvullen, dat zij zouden betalen, dat zij neken, dat ze niet zouden betalen, ulum, enige belasting, poino, aan de punier, dus aan Hannibal of aan de punieurs. Of dat zij zouden recapturo's esse, dat zij zouden opnemen, dat ze zouden ontvangen, invito's, tegen hun wil een praesidium, dus een garnizoen van Carthaagse soldaten. Ze krijgen dus niet, spreken ze met Hannibal af, een wachtpost over zich heen, zoals de Romeinen dat wel doen. Prodita praesidia, de verraden garnizoenen, de bezettingstroepen, Prodita, dus dat zijn de Romeinse bezettingstroepen als die verraden zijn. Prodita zouden die Romeinse bezettingstroepen, die foren, die zouden zijn. Foren is een infinitivus van het futurum van esse, van zijn. Die zouden zijn van de Carthagers. Dus als jullie de Romeinen verslagen hebben in jullie stad, dan willen wij, zegt Hannibal, graag die Romeinen hebben.